Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van Player Coaster hier op It's All Tracks. Ik heb vandaag een project en ik heb een heleboel projecten gezien in Player Coaster, maar dit is toch wel het project der projecten, het allermooiste project wat ik tot nu toe gezien heb. En dat is de Fata Morgana in de Efteling. Gemaakt door Leon, beter bekend als MC Haartje. En die heb Fata Morgana echt tot de detail nagemaakt. Een jaar bezig geweest hiermee. En kijk eens aan het plaatje, jongens. Zelfs de kikker van Aquanura is er ook bij. En als je goed kan zien, ja hoor, kijk, Aquanura. Hij is er gewoon helemaal bij. Echt prachtig. Nagemaakt met al die kikkers erin. Ja, het is echt schitterend. En hier stonden wij altijd vroeger, hè. Hier stonden wij vroeger altijd. Hier, op deze pilaar, daar stond ik vroeger altijd naar Aquanura te kijken. Het lijkt zo lang geleden, het is nog maar een jaar geleden. Maar hier keek ik altijd naar de watershow altijd. Nou, we gaan even naar binnen toe. De plein is zo gezellig druk. Terras en op het lijnen van de vlaggen gaan, is het ook echt het komen en gaan van mensen. Dan heb je, als het goed is, aan de linkerkant moet je de wc's hebben. En jouw, ook dit is gewoon gemaakt. Jouw, hij staat er nog echt ook. De wc's, de enige echte wc's. Prachtig. Echt helemaal tot in detail nagebouwd. En dan gaan we de rivier in. Zo. Ja, dan lopen we over het plein. En als het goed is, moet dan even kijken. Daar. En ja hoor, zelfs dat is nagemaakt, jongens. De bazaar. 1001 souvenirs. Nou, hier hebben Kevin, Ramon, Ikke en Joost heel veel eventjes gezeten. Had ik weer een kussentje gekocht. Jullie weten het, ik ben gek op de Fata Morgana kussentjes. Die spaar ik. Ik heb er een heleboel. Kijk. Deze heb ik. Ik heb er echt een heleboel. En die heb ik allemaal dus daar gekocht. In de bazaar. En dan gaan we hier nog wel eens even zitten, even een peukje roken, even een boterhammetje eten en wat drinken pakken. En dat is allemaal zo erg, het komt zo erg bekend voor allemaal. Het is allemaal zo vertrouwd allemaal. Nou heb ik alleen het verschrikkelijk probleem dat ik elke keer op die hoofden klik. Nou, ga weg. Goed zo. Nou, ik wil draaien, jongen. Kom op. Je kan het. Ik wil gewoon zo draaien, dat gaat nog makkelijker eigenlijk. Ik moet gewoon even zo. Hoppa! Zo, dan gaat het natuurlijk makkelijker. Dan gaan we even naar beneden. En dan gaan we even kijken. Kijk die wachtrij, jongens. Maar als het heel erg druk is, dan heb je hier de wachtrij. En. Nou, dit ga je echt niet menen. Ze hebben hier gewoon zo. Hij heeft zelfs gewoon hier kinderwagens neergezet. Echt bizar gewoon. Echt zo in detail. Echt prachtig. Gewoon echt ongelooflijk dit, jongens. Nou, jullie zien dat het is een enorme wachtrij. En we gaan gewoon naar binnen, jongens. We gaan even over de hoofd heen, eventjes. Hier het podiumpje. En dan gaan we hier naar binnen, jongens. En we gaan eens even kijken hoe het eruit komt te zien, jongens. De Fata Morgana. Ongelooflijk. Wacht, en kijk eens, jou, hè. Kijk eens. Kijk, normaal stap je hier altijd naar binnen. Hier stap je normaal altijd op. Nu is het hier. Dus de mensen lopen ook allemaal nog hier. Ook draaischijf heen. Maar ja, je kunt natuurlijk niet alles helemaal. Want dat is, ja, Planet Coaster is
ja, je kan wel heel erg veel in Planet Coaster, maar je kan ja, niet echt alles. Het zou ook wel heel erg bizar zijn dat dat ook helemaal komt. Nou, ik heb hem omhoog, zo. En dan gaan we gewoon ja, maar even de wachtrijen in. Dus ik ben reuze benieuwd. We gaan hier ook omhoog. En dan gaan we hierheen. En dan gaan we hierheen. Kijk, al die mensen staan allemaal in de wachtrij om de Fata Morgana in te gaan. Nou, hier hebben we ook heel veel gelopen hier, hè. Hier is alleen het geluidje nog. Zo, dan gaan we hier ook langs zo allemaal draaien. Juist, kijk, draaien. Het gaat steeds beter worden met de camera. Ik heb altijd af en toe wat problemen met de camera. Nou, en dan ga je hier naar beneden. En dan, ja, dan ga je zeg maar het rad op, hè. Nou, we lopen alvast heel even door, hè. Lopen wij. En dan gaan we gewoon hier wachten tot de volgende boodschap komt. Zo, nou, ze zijn ingestapt en wij gaan nemen, dit persoon nemen wij. En daar gaat hij dan. Zelfs dat, dit van het schommel hebben ze zelfs nagemaakt. Schitterend. Wat een decor. Ik heb de muziek heb ik niet, ja, dat zat er niet bij. Zoiets, ik weet niet hoe het precies ging. Ik had misschien de muziek moeten downloaden. Maar ik heb maar eventjes niet voor de muziek gekozen. Meestal krijg je ook altijd weer last gelijk van met de Efteling. De copyright muziek. Jullie hebben het gezien bij de afscheid van de Bob. Dat was ook een vlog geworden. Omdat ik muziek gebruik had van de Efteling, kreeg ik gelijk een claim. Kreeg ik. We moeten maar eventjes, moeten jullie maar de muziek erbij denken. En daar staat, ja, normaal staat daar de tovenaar. Nu staat er een vrouwelijk persoon, staat er. En dan, als het goed is, krijg je hier dan, ach, kijk eens, de stad. En zelfs het hondje, wat normaal blaft, is erbij. Nou, er staan hier allemaal mannetjes, staan hier allemaal. Kijk eens, zeg. Echt mooi, kijk nou, die kamelen. Echt grappig gedaan. Daar staat ook de ezel. De man staat er tegenaan gedood. En dan nieuwe hero. Precies, precies. Bitte Duitse Marken. Kijk eens even, jongens. Echt heel mooi nagel. En zelfs de man die de tanden trekt, die zit in zijn stoel. De scène alweer met de ezel. En dan heb je hier nog die man die altijd zegt van Tsuruk, Tsuruk, dangerous for life. Dangerous for life. Nou, het volgende, hier hebben we altijd die rotjes lopen. Die lopen er ook in, gewoon in net als in het echt. Hier de krokodillen scène natuurlijk. Oeh, wat zijn ze gevaarlijk, krokodillen. En dan hier die man die de poort naar beneden doet. En gaat de poort ook naar beneden? Nee. Jawel, de poort gaat ook naar beneden ook. Wat sneller. Nou, en dan hier heb je het stukje van echte soep. Echte soep. En hier ook het mannetje boven. Staat er in het normaal ook altijd. En dan hier ook een mannetje met de gier. De menselijke potten. Dit is ook echt ook goed of zo. En kijk nou joh. Normaal zie je daar ook een mannetje altijd in het water staan. En dat hebben ze hier ook gewoon weer nagebouwd. Hier hebben we de tovenaar weer. Dan gaan we naar de volgende scène. Grote piratenschip. En dat is ook gewoon weer hier echt helemaal nagebouwd. Het klopt gewoon echt op de detail, klopt het gewoon. En ja hoor, de tijger die is er ook. En dan moet hier, als het goed is, links moet ook een tijger staan. En ja hoor, die staat er ook nog voor.
En trekt hij hem ook als een staart of als hij trok hem altijd als een staart. Ja, hij trekt hem zo. Ja, hij houdt hem zo vast. Niet altijd iemand aan zijn staart trok. Ja, kan mij. In ieder geval. Ja, prachtig. Wat is dit mooi nagedaan, zeg. Mooi gebouwd. Echt mooi nagebouwd. Schitterend. Nou, dan hebben we hier nog. Ja, hier zitten normaal altijd. Mensen altijd in die mooie dans, buitendanseressen altijd. En hier ook. Ja, de mensen die altijd muziek spelen zijn hier ook weer aanwezig. Eentje met een gitaartje, eentje met een horen. Eén met een elektrische gitaar, nou die hadden we volgens mij nog niet. Maar goed. En dan moet je hier moet je de gin hebben. En jouwe, hij is er ook nog. En ook de schatkamer is aanwezig. Net als in het echt. Dan kan je ineens een heel donker stuk altijd. Dat vind ik altijd heel erg raar eigenlijk. Deze scène. Dat heb ik nooit echt begrepen eigenlijk. Alleen vuur. Echt ook een hele donkere scène in stad. Dat we vooral wat meer kunnen doen naar de Efteling. Maar ja, dat ligt niet aan hem. MC Haartje heeft ook dezelfde lege scène nagebootst. En hier komt dan normaal het lezen komt uit altijd uit, ook uit die ogen. En ja hoor, het is nog echt zo ook. Ongelooflijk. Net als in echt. Die lasers. En dan is het alweer afgelopen, jongens. Het is alweer voorbij. Hier krijgen we dan op de scène met ja, op het einde alle groene planten en ja, groene struikjes. Net als in de echte Fata Morgana. En dan. Dus komen we weer bij de ingang. Ja! Nou, normaal stap je dan hier net voorbij het hek, stap je uit. Wij gaan nog een klein stukje door. Tja, in de Planet Coaster heb je wel deze waterattractie, maar niet de attractie ja, dat je zeg maar dat de band blijft lopen. Dat de bootjes blijven doorrijden en dat je een draaiend platon hebt. Of ponton, hoe zeg je dat? Platon, ponton. Maar het is echt, het is schitterend nagebouwd. Het is echt ongelooflijk hoe ze dit nagebouwd hebben. We gaan de scènes nog even doorlopen. Kijk dit, niet schommelen. Prachtig. Zo ontzettend mooi nagemaakt. Ik heb echt een hoop attracties en projecten gezien van Planet Coaster, maar dit is toch wel echt een van de allerbeste ja, die ze ooit gemaakt hebben. Schitterend. Schitterend zeg. Die slang ook, hè. Echt prachtig. Lang weer. Dan ga je hier naar binnen. Kom weer in de scène. Je gaat dan altijd de deur hoor je dan altijd keihard dicht gaan. En die hond hoor je altijd blaffen dan. En deze zegt dan altijd van precies, precies. Bitte Duitse Marken. Nou, de Duitse Marken bestaat al lang niet meer. Het is tegenwoordig allemaal de euro, maar dat hebben ze gewoon erin gelaten. Dit vind ik ook wel heel erg grappig gedaan. Dat is normaal altijd die man die altijd ja, tanden trekt. Die heeft toch op een hele aparte manier en leuke manier nagemaakt. Ik vind dat echt. Ja, ik, als ik dit project een cijfer moet geven. Ja.
ongelooflijk. In ieder geval, onder de 9 komt hij sowieso niet. Deze attractie verdient echt meer als een 9. Misschien wel een dikke 10 gewoon. Want dit is echt gewoon zo schitterend nagemaakt dit. Ik wil eigenlijk wou nog even naar de laatste scène toe. Nou, hier heb je dan weer die ettensoep dinges, of zijn we daar al weer voorbij? Nee, die zijn we alweer voorbij. Het was er net, die hiervoor was dat. Nou, hier hebben we dan die, er staat nog een andere barbecue, staat daar zo. Prinses. Ja, normaal zijn dat natuurlijk altijd van die Oosterse vrouwen, maar het is echt een mooi nagemaakt volgens. Voor mij is dat deze scène is het volgens mij of niet. Even kijken hoor. Even kijken, want ik mis nog een scène. Dat hebben jullie niet laten zien. Even wachten tot er weer een boot voorbij komt. Nou, waar blijft die boot dan? Oh, hier komt de boot. Je ziet dan altijd, zie je... hoe heet dat? De Fata Morgana, zeg maar. En als je het dan voorbij gaat, dan gaat dat uit en gaat dat weg. Lijkt het een luchtspiegeling te zijn. Dan zie je heel de stad helemaal wegzinken helemaal. Nou, hier nou weer bij de... Oh, hier komt nou weer bij het eind uit. In ieder geval een prachtig project. Ik wil nog even één ding doen. En dat is... naar de uitgang gaan. En dat kunnen we eventjes doen. Dan wachten we gewoon even tot er iemand uitstapt. En dan pakken we gewoon even... wil ik deze man met die zonnebril op en die baard wil ik eigenlijk even hebben. Ja, dus die oude Jordan Vikings. Vickers. En dan wil ik even... in first person. Want ik wil heel eventjes naar het winkeltje. Ik wil even het winkeltje zien. Kijk nou, ook die uitgangborden op de trap in allerlei verschillende talen. Net als in echt is dat zo. Ga je hier naar boven toe. En dan ga je dadelijk als het goed is naar beneden. Er loopt hier een mannetje dwars door de muur heen. Dat is volgens mij niet echt de bedoeling. Maar goed. Kom je hier naar beneden, loop je dan. Je ziet daar alle mensen in de attractie staan. Dan gaan we hier, gaan we links een klein soort poortje gaan we door. Wat open is. Ja, dat klopt ook helemaal. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Wat... hij loopt te kreunen en te zuchten, iemand. Ik weet niet wie het is, maar er loopt eentje te kreunen en te zuchten. Ongelooflijk. En, ah, oh, jongens, kijk, dit is. Kijk, dit is allemaal souvenirs kan je kopen. Planet Coaster bekers, knuffels. Spelletjes hebben ze zelfs. Kijk, spelletjes, boeken, kleding. Ik heb gewoon een hele etalage met kleding gemaakt. Hier met allemaal attractietjes. En jouw, ik zie hem staan. Ik zie hem staan. Kussentje. Prachtig. Echt ongelooflijk dit is. Gaan we nog even snel naar buiten. En dan wil ik toch nog even snel nog eventjes de souvenirswinkel induiken. Kijk dit jongens. Hier allemaal knuffels. Lampen zie ik. En ook de balie. Waar de medewerkers achter staan, waar je dus wat kan kopen, hebben ze echt helemaal tot in detail hebben ze het helemaal nagebouwd.
Je hebt hier zelfs nog een reuzenrad van Lego kan je kopen. Een puzzel of zoiets kan je kopen van 1000 stukjes. Allemaal knuffels. Echt prachtig. Een servies, of zo'n, hoe noemen ze dat? Zo'n servies, Romeinen. Zo'n soort ding. Zo'n kan kan je kopen. Kijk eens, jongens. Allemaal bekers. T-shirtjes. Handdoeken zie ik volgens mij. Hier die bekers van Planet Coaster vind ik ook wel heel erg grappig. In blauw en in het rood. En ook allemaal knuffels, hondjes. En zelfs de Planet Coaster mascotte kan je kopen daar zo. En hier ook allemaal kikkers zie ik allemaal. Ongelooflijk hoe ze dat allemaal nagemaakt hebben. Dit vind ik ook wel heel erg leuk gedaan. Allemaal t-shirtjes allemaal. En ja, echt ontzettend prachtig nagemaakt. En hier een kussentje, hè? Ja, daar ben ik altijd gek van, de kussentjes. Makkel van de kussentjes. Echt, oh kijk eens, nou eens. Die was ik nog helemaal vergeten te laten zien, kijk eens. Yoki is er ook. En Yoki beweegt gewoon helemaal. En hij zwaait alle bezoekers die de souvenirswinkel uitgaan even gedag. Ja, jongens. Wat voor cijfer moet ik dit... Ik geef het echt, ik geef het gewoon een 10. Ik geef het gewoon een 10 plus, geef ik het gewoon. Wat een prachtige, schitterende remake van, Planet Coaster, wou ik zeggen. Van de Fata Morgana in Planet Coaster. En dit is het, dit is het plekje, hè, jongens. Weet jullie het allemaal nog? Vanaf Hero. Hier stond ik dan op. En dan keek ik hier zo over Aquanura. En daar heb ik toen vorig jaar een heleboel keren Aquanura opgenomen. Ja, een prachtig project. Een schitterend project. Ik kan niks anders zeggen. Ik ben gewoon helemaal sprakeloos. De maker MCH'tje. Super, super gedaan. Ik kan echt bijna geen één ding kan ik fout opnoemen. Alles klopt gewoon perfect. Een prachtig project. Nou, dit was de video voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Eindelijk weer eens een keer een Planet Coaster video. En ja, Kevin, ik klap in mijn handen. Want Kevin die kijkt altijd op het handenklappen wat ik altijd doe. Dat is al de derde keer al. Bedankt allemaal voor het kijken. Doe even dat duimpje de lucht in. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan spreek ik jullie allemaal weer bij een nieuwe video binnenkort van Planet Coaster hier op mijn kanaal. Jongens, de groetjes. Bye bye. Hoi.